God, zo. Zo, hallo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Rollercoaster. Ik ben heerlijk bezig met de beplanting, want ja, die stinkplanten moeten ook een keer in het park natuurlijk. En ik ga dit opvullen met een struikje. Wat is er? Nee, gewoon. Thanks. Heb je een commentaar erover? Ja. Tuurlijk. En wat is het commentaar deze keer? Ja. Mag het uitgezonden worden? Ja, zijn dit vaste planten of... Nee, standaard. Oh, oké. Okay. We gaan naar het intro. Ja. Okay, people, let's go to work. Shady's back. Back again. Back again. Shady's back. Back again. Ja, en wegkijken. Ja. En weg. Ja, dat was het. Bedankt voor deze. Kijken. Over het kijken van de video, ik zal hem vast afsluiten. En de outro. Oké, okay, de outro. Yay! Doei. Nee, ik... Het wordt weer zo... Wow. Het wordt weer zo'n... Video mensen. Ja. Het wordt weer zo'n video. Iedereen, ja jongens, er is nog niet op te wachten voor dit. Ja. Jammer dit. Jammer dit, ja. Voor wat serieus, en dan krijgen we dit weer. Zitten die twee gekken er weer bij. Ja. Godverdorie, jongens. Ja, hè. Waar was je mee bezig? Want wij kunnen natuurlijk nee, weet je, we moeten dat ruiken. Dan je, ja, ruiken, als je ja, niet die planten, ruiken ja, die planten. Ik ruik een wc. Is het... Ja, nee, die zitten niet in de buurt. Die zitten wel net, oh. Ja. Kom je erop, toiletjuf. Toiletjuf Tim. Doe het vaker. En vraag eens een kwartje. Maar mag ik voor jou een kwartje hebben? Ja. Kan je toch wisselen? Ja. Wisselgeld geven. Hoe is dat met toiletten? Wat zeg je? Ja, je moet toch 50 of 50 meestal, hè? Doen ze. Nou, tegenwoordig heb ik toch even een euro te vragen, hoor. Een euro? Stel dat je oplicht. Is zo, ja, is zo. Hé, zeker. Ja, niet zo zeiken. Stront, joh. Nou, ophouden. Ik wil de scheid er niet eens van. Ja, echt, hè? Kom aan de scheiterij. Die regel wordt gelaagd. Als die wc's verstopt zijn, dan ook die toiletjuffen dat gaan ontstoppen. Ja. Of... Lopen ze weer te zoeken. Ja. Ja. Ben je de wc kwijt? Ja, waar is die dan? Ja, die is verstopt. Gouwe, geen gouwe ouwe, gouwe flauwe. Flauwer. Flauwer. Oh, we gaan van de planten naar de wc's, nou. Ja. Echt, hè? Ja, je moet het allebei water geven. Ja, dat is, ja, zeker weten. Ja. Mooi gezegd, ja. Oh, wat een verband. Band? Oh, dat verband. Ik ja, heb ik nog, dacht... Ik heb er nog geen band. Verband. Maandverband. Nee. Ja, dat verband. Weekverband. Jaarverband, oh, dat gaat stinken. Ja. Ja, zo. Hoe weet je dat? In verband met? In verband met? Ik heb er geen band mee, hoor. Je moet een verband weer bellen. Verband weer? Dat is echt vet gezond. Dit is echt heel ver weer, dit. Prachtig. Wauw. Nee, mensen, even kort uitleggen wat ik aan het doen ben. Ik ben aan het bouwen. Ik dacht, dat moet ik wel even mededelen, want dan denken mensen van, ja, Vince, wat ben je allemaal raar aan het klikken? Nee, ik heb hier wat nieuwe set weer, die ik eerder heb gebruikt in een van mijn rollercoaster video's in het begin. En deze set is, dat was echt een hele mooie, maar je moet hem wel in de meerderheid gebruiken, want als je hem laagje voor laagje gaat gebruiken, ziet hij niet uit. Ik kan je even laten zien welke set het is. Dit is echt een set die je moet downloaden, want het, nou ja, moet niet, maar het is echt, je kan er zulke leuke dingen mee doen. Hij staat bij de plant ook. En het heet de, iets met F. Oh ja, de foliage set. En daar heb je dus zulke grote bulldozen bij. Ik zal even eentje plaatsen. En dan kan je echt hele leuke niveaus maken. Het zijn hele mooie stenen. En als je die op elkaar stapelt, kan je dus dit krijgen, creëren. Je ziet ook dat in het water wat bezig ben geweest met plaatsen. Zodat je een beetje die lagen krijgt. En je kan er een beetje mee spelen. Je moet er een beetje mee goochelen. Van ja, waar ga je het neerzetten? En ja, ze kunnen hele leuke verdiepingjes maken. En dat ziet er echt ontzettend leuk uit als je maar goed gebruikt. En je moet dan vooral de grote pakken, de grote builders van 7, 7A en 7D. Dat zijn een beetje die huge buildings. En die kan je dan helemaal naar onder zetten voor een laagje daaronder. Dat wat realistische oog, zeg maar. Kijk, dat doe ik hier ook, die set. Doe ik hem iets lager zo. En dan maak ik gewoon een verdiepingje van. Ziet als een soort vergroot trappetje van die lagen. Waardoor het
Ja, het ziet er wel gaaf uit, joh. Kijk, dan kan je hier goed zien. Ik zal even inzoomen in het water. En dan kan je zelf verdiepen. Kijk, zie je zo. Ja, wij zien niks, hè? Dus nee, luister maar een beetje. We gaan in het water. We gaan nu in het water. Iets voor te stellen met wat Leo, te vertellen is. Maar... Ja. Wat zien jullie nu? Adem inhouden. Wat zien jullie nu? Wat heb ik nu in beeld? Ik denk dat we nu met water en een gebouw met meer. Nee, het is een persoon. Het is een personage. Ik zie de Titanic voor me. Ja, het is een persoon. Ja. Hij staat stil. Oh. Nou, dat was echt heel veel spoilers. Ja, ik denk dat Donald Duck is. Ja, dat is. Oh, daar komt Mickey. Heel goed, het niveau. Wat voor geluid maak ik Knabbel en Babbel eigenlijk? Zo'n voice changer stem. Ken je dat? Oh ja, nu weet ik. Ja, die hebben we mee. Zoiets. Een beetje als Roey. Zoiets, ja. Vergelijkbaar. Ja. Ja. Het is gewoon zo. Intens. Ja. Ik pak ook zo'n dennenboom, zo'n grote den. Ik vind dat in ieder geval bij past. Oh, dennenboom. Oh, dennenboom. Zo, je bent vroeg in de sfeer. Een knoepert is het. Een knoepert. Een knoepert. Flinke knoepert die gaan bouwen, Billy, hoor. Ja, nou ga ik me helemaal dingen voorstellen. Je moet eens weten. Een grote knoepert. Grote knoepert hier. Ja, het is natuurlijk mooi, want het is natuurlijk die splash attractie, die waterattractie die ik aan het maken ben. En het ziet er natuurlijk fantastisch uit als je hier zo bent, dat je dan, ja. Oh, ik moet nog paaltjes maken hier. Gaan we doen. Komt voor de bakker. Oh, komt dan voor de slang. Ik zet mezelf voor paal, hoor. Dus dat ja, ik zet mezelf heel erg voor paal. En nou is meestal de vraag, welke paal gebruik je? Er zijn zoveel palen. Nou, de langste, hè? Ja, dacht ik ook al aan. Nee. Is het meest effectief? Gewoon niet. Ik pak hem wel wat groter inderdaad, want Shike heeft ook wel hele leuke setjes. Paling. Hij is er wel een beetje shy erover, hè? Ja, een beetje shining. Ja, een beetje shine. Hij shined. Zo. Ken je dat? Een beetje shinen? Een beetje shine? Van internet gek, hè? Oh nee. Ik vind het een beetje shy. Ja. Shanghai. Shanghai. Dat ziet er wel leuk uit, die bruine palen, zeg. Een bruine paal in je broek. Nah. Bruine paal in Jos Brinkie. Om dat nou weer. Ja, ik snap het niet. Gaat weer neer over dit. Bruine paal in Jos Brinkie. Ja, Jos Brinkie. Dat is een frikandel met theesaus, dat is een Jos Brinkie. Oh. Ja! Ja! Frikandel met theesaus? Ja, dat is een Jos Brinkie. Dag, lekkere geitenbilletjes van me. Dag, lekkere poepoekjes. Ja, dat is Jos Brink. Ja, dat is Jos Brink. Ja, kan je wel zo doen, maar... Maar de frikandel kwam er nooit in voor. Nee, theesaus of zo. Goeie. Oh. Frikandel met satésaus. Ja, oké. Okay. Ja? Ja? Nee. Ja, daar moeten we maar even aan denken, denk ik. Nee. Ja, Tim denkt daar natuurlijk voor. Daarom is hij zo lang weg geweest. Ja. Tim zegt, Tim, vanmiddag. Tim zegt, ik ben een kwartiertje ben ik weg. Niet lang weg blijven, dat is gezellig met je. Ja, nee, een kwartiertje. Vlom maar 4 uur later. Nou, het is wel uitgelopen. Oh, echt? Oh. Oh, wie ben jij? Nee. Goed uitzicht. Ik zou nog even komen. Ben je gewoon voor een familiebezoek geweest? Ja. Door Nederland. Bij je tante in Marokko. Kon je lenzen niet vinden? Nee, ik heb mijn bril op. Oh, dus dat, nee. Wel. Oh, dat wel. Oké, okay, nou, dat scheelt. Dat wel, ja. Ja. Brilsburger. Ja, je hebt kleine kinderen. Die moet je dan weer ophalen van school. En dan vragen ze, hey, mag ik patat? En dan moet je nog eens de patatzak rijden op je fiets. Dat is soms zo vermoeiend. Om de bakfiets? Ja. Nee, niet. Patatbakfiets. Dus toen heb ik een patatje saté genomen. Broodje saté? Nee, niet een broodje. Een soort, lekker saté. Een soort van. Een soort van, dat is een mini. Ja, allemaal mini Jos Brinkies. Jos Mini. Ja. Jos Mini Mouse.
Ja, godzijdank. Het is allemaal wat, zeg. Het is toch wat? Ja. Rollercoaster. Rollercoaster, Koen, ja, het is een verslaving apart, hè? Ja, want we hadden de vorige keer een andere naam voor bedacht, weet je nog? Scrollercoaster. Scrollercoaster, wel, ja. Het is toch keihard scrollercoaster, dit? Ja, het is alleen maar scrollen. Joh. Ja, echt waar, hè? Scrollen, ja. scrollen. Godverdorie. Ja. Rollercoaster. Roller. Rollende baan, ja. Loopt het een beetje op rolletjes? Nou, die achtbaan liep wel aardig op rollen, ja. Oké. Okay. De rolletjes. They see me rolling. Nou, moet ik echt iets heel kuts gaan doen. Dat zijn paaltjes aan de hoekjes plaatsen. Maar aangezien ik het hele land heb verlaagd, moet ik dus heel erg nauwkeurig helemaal naar onder gaan. En ik moet tussen de bomen doorzien waar ik het paaltje heb geplaatst. Maar ik had mijn controle ingedrukt, dus ik weet precies welke hoogte. Maar zo moet ik dus heel het land... Oh, je houdt het onder controle, pa. Ik hou het onder controle. Door de bomen zie je de bordjes niet. Ja? Zeg je? Door de bomen zie je het paaltjes niet meer bij dit. Echt, hè? Ja. Maar het gaat goed komen, hoop ik. Probeer het. Kijk, dus één recht pad, dat is al te doen. Jullie hebben geen rollercoaster. Jij Tim wel, hè? Jawel. En jij, Leroy? Ja, ik zeker. Maar ik speel het nooit. Zeker. Speelde het wel, hoor. Ja? Ik weet niet eens of ik het nog heb. Ik heb wel rollercoaster. En dan twee schijnt de beste te zijn geweest. Die heb op ik zich wel, ja. Hebben die niet? Nee, die heb ik dan weer net niet. Die is echt verschrikkelijk leuk. Die is echt goed. Ja. Ah! Niet schrikken. Nee. Wat gebeurde, hè? Ik pakte ze even, Oh, en toen... Ja, dus ik heb 1 en 3 hier. Pak je de horror variant? Ik heb 2, ook. Oh shit, ik heb de paal verkeerd oud, geplaatst, hoor. Shit. Ja. Rollercoaster 1, uit welk jaar komt dat, joh? 1860? Oh. Ja, zoiets. Dat heb Napoleon nog gespeeld. Ja. Dat heeft Da Vinci nog allemaal ontwikkeld. En nou maakt hij de filmpjes van. Ah. Ja, echt, hè? Oh. Potverdorie. Hier staat de minimale vereiste Windows 9598. Ja, bizar, jongen. Ik kan het gewoon niet runnen. Nee, mijn computer kan niet af. Echt moeite mee. Je moet echt downgraden ofzo. Je zou eigenlijk nog zo'n ouderwetse computer moeten hebben om dat spel gewoon oldschool te spelen. Ja, heb ik hier staan. Heb je nog zo'n oude computer, hè? Ik heb echt zo'n kast hier staan, joh. Ik heb logisch. Zolder. Ik denk niet dat het in de bierkrat is gebouwd. Maar bij Bram wel, dus. Ja, bij Bram wel, ja. Bram dat Ladage. Niks uit. Dat zou heel vet zijn. In een bierkrat zou een custom PC bouwen. Ik heb wel eens, ik heb op mijn school moesten we een computeropdracht doen. Moest je een computer bouwen in een heel raar voorwerp. Toen hebben wij een hele stofzuiger helemaal leeg gehaald. Daar heb ik nog een litteken van. Van het uitzagen van de stofzuiger. Nou, lacht er maar om. Dat prof me helemaal leven met dat kleren ding. Maar hij is niet zo goed te zien, hoor. Oh, hier zat hij. Ja, ik had het voor de camera laten zien, maar je ziet het niet. Nee. Nee. Misschien fullscreen, wacht even. Even kijken hoor. Hier zie je wat wit zitten. Ik weet niet of je het goed ziet. Ja, maar nu hebben al die mensen die nu naar jouw video kijken, hebben wel een trauma omdat ze jou zo groot zien. Beetje zielig. Ja, nou ja. Was zielig voor ze. Spijt me. Ik weet niet wat ik erop moet zeggen. Komt wel goed. Kom wel goed, schatje. Ja. Een Oosterse nacht! Nou zeg! Geen commentaar? Sorry, jongen. Geen commentaar dit keer? Nee. Het was voor het eerst. Nee, ik hou het even. Ik had commentaar verwacht. De mensen waren toch al afgehaakt, dus als je nou leuk opneemt, zijn ze in de volgende video niet meer leuk. We kennen net zo over poep en plas praten, want niemand kijkt de video meer. Ja, maar de toiletjuf zit erbij, hè? Dus, oh ja. Daar moet je een beetje mee oppassen. Poep en plas? Moet je per zo'n grap moet je 50 cent aan me geven, hè? Ja, en dat schaaltje. Ja, dat schaaltje. Daar ligt kom maar in mijn bakje leggen, schat. Ja. Ik veeg niet je billetjes af. Duur het maar via Bluetooth. Dan komt het wel bij me aan.
Bluetooth, in welke steen leef jij? Wat is er? Linkersteen op, het, op de golfbaan. Dat is Patrick. Ja. Ook. Hoi, Bob. Ja, Patrick. Oh. Ja, Patrick. Ik ben boos. Ja, waarom dan? Ik kan mijn voorhoofd niet zien. Oh. Ja, ik zeg je iets harder. Op, dan, excuses als jullie Leroy niet hard hadden gehoord. Maar Leroy, vanaf nu sta jij praat eens? Ja. Oh, harder? Kijk. Dit is goed. Oh. Ja, dit is perfect. Hallo mensen, ik ben er ook. Ja, Leroy probeert de hele tijd te praten. Excuus hoor. Nee, ja, jammer, nou weten jullie om wie ze de hele tijd zaten te lachen. Niet op mij. Maar ik had nog een vraag aan Tim. Want ik stelde hem gisteren aan jou, Vincent. Maar ik had alleen aan Tim. Oh, jij bent toch de oudste thuis? Ja. Dat dacht ik al, want ze noemden je vroeger altijd pannenkoek, toch? Nee, ze noemden me altijd Api. Zo noemden ze me vroeger. En volgens mij noemden ze je altijd pannenkoek. Maar je was de eerste, hè? Ik zeg ja. Ik zeg je was ja, de eerste. Ja. Ja, nee, oké, okay, dan klopt het. Maar ja, bij pannenkoeken bakken mislukt de eerste ook altijd. Dat jou. Dat is mooi, ja, dat is mooi. Prachtig. Wauw. Dat zei die ouders ook toen. Wauw. Wauw. Hier is een jolly good fellow. Shot. Dus kinders, gaat het tegen je zus of broer zeggen? Ja, mooie grap. Leroy, kom je uit? Ik ben niet aansprakelijk voor blauwe ogen. Wat zei je? Nou, als je al blauwe ogen hebt, dan maak ik geen reet uit. Nee, dat wel. Yeah. Nee, inderdaad. Dan ken het gewoon. Ken gebeuren. Ken beuren. Maar ik vind het een hele mooie set, omdat je nog eventjes kort, want het is echt, je kan er heel veel dingen mee. Je maakt hele mooie laagjes mee. En zoals je ziet ben ik nou al echt lekker bezig met gewoon deze hele video's lekker gevuld met deze set. En je kan er heerlijk ook planten op doen, de custom planten. En zo ben ik dus hele... Custom plant, hè? Custom plant. Een custom plant. Geen Robert plant. Custom plant. Plant. Ik denk dat ik dadelijk, ik ga bruine bonen eten dadelijk, dus als je op Teamspeak is wat hoort wegvloepen, dan weet je dat... Dat is niet alleen als je bruine bonen eet hoor, bij jou, dus... Shh, vertel mijn geheim niet. Je verdorie de hele gasfles in zijn maag zitten. Niet normaal. Ik had in de tweede... Nee, laat maar. Je hebt je geërfd. Ja, oh, wat zegt die Leroy nou? Ja, nee. Oh. Ah, joh, die hebben dat toch niet meegemaakt. Nee, dat is waar. Ik heb geschiedenis geschreven. Ja, gescheten. Gescheten? Laat de juf, laat de huisjuf maar niet hoor. Of de wc-juf. Wc eet. Nee, wc eet. Waarom nou één? Wc eet, ja. Schattig, wat heb je toch met die wc's? Ik weet niet, ze spoelen niet door. Ja. Nee. Ik sla even mijn spel op. Ik ga nog even op plantjes doen. Trekt gewoon niet. Omdat ik vorige aflevering een beetje een korte aflevering heb gedaan, wou ik eigenlijk nog even lekker rekken. Vind je niet? Ik had een 11 minuten aflevering en mensen zitten gewoon commentaar neer te zetten weer van Vincent, wat is dit? En wij willen een langere aflevering. Dus we gaan hier gewoon lekker mee door. Wij protesteren. Nee? Nee, niet. Nee, dat is in Hongkong, hè? Oh ja, ook. Toch? Ja, nee, daar zijn ze al ja, klopt, ja, klopt. Ja, klopt ja. Ja. Tegen wat ook alweer? Dat weet ik niet. Waarschijnlijk weer oud nieuws als mensen dit kijken, maar... Waarschijnlijk kregen ze geen sambal meer gratis erbij of zo, weet ik het. Het is altijd wat. Klopt. Van lekker hoor. Het is altijd wat. Wat? Hé, maar ik heb gelezen. Zo'n heel dikke Nokia die niet kapot kan gaan. Die heeft gewoon zo'n kogel, weet je wel, boom boom kogel. Ja? Heeft gewoon iemands leven gered, omdat hij in die telefoon bleef zitten. Oh, nee, niet doorheen. Ja. Weet je dit, joh? Ja. Maar nu we het over telefoons hebben... De iPhone 6, hè? Ja. Die kan buigen. Ja, naast dat bananenkrom zijn appels nu ook krom. Ja. Kan die buigen, jongens? Ja, die buigt als... Die buigt als je in je broekzak. Ja, dat is niet normaal. Nee, maar dat hoort niet, hè? Dat hoort niet. Is er nieuws gekomen dat die buigt dan? Wat is er gebeurd met de iPhone? Nee, zijn nooit het nieuws. Nee. Oh, nou ja. Ik weet echt niet. Wat is er gebeurd? Nou,
mensen met skinny jeans, dus de homootjes. Ja, ja, nou, ja. hoeft niet hoor. Nee, ik heb ook skinny jeans gedaan, maar dat is omdat het lekker zit. Nee, dat hoeft inderdaad niet, Tim. Ik vind het echt... Ja, jammer dit. Dat is gewoon zijn mening, mensen. Mensen niet haten op Tim, dat is gewoon een mening. Maar dat maakt niet uit. Maar ga door. Dat is een homo. Oké, ja. Hey. Nee, als je dus zo'n heel skinny jeans draagt en dan heeft die mobiel geen ruimte of zo. Absoluut, ja. Gaat hij gewoon buigen. Wat gaat hij? Buigen. Wow, hoe ging dat geluid? Ja, hoe ging dat geluid? Wacht even hoor. Oh. Ja. Ja, met zo'n geluid zou je inderdaad ook kapot zijn denken. Ja. Gaat hij gewoon en dan, sprom. Je hebt ervaring? Of geen ervaring? Nee, ik heb geen iPhone. Je hebt smaak. Ja. Ik heb een iPhone 5, dus. Nee, maar ik ga niet voor de 6. Ik houd bij 5. Ik vind het echt een prachttoestel. Ik heb er nog nooit probleem mee gehad. Is die ook koninklijk? Dat hij buigt? Of, Ja. Nee, niet zo? Okay. Nee, niet zo. Nee, ik heb hem zondag toch of zaterdagnacht op de grond laten vallen. En hij is gewoon niet kapot. Dus, dat is nieuw. Dat is heel wat, hè? Dat is heel wat. Dat vind ik knap. Ja, dat vind ik best wel netjes, joh. Ja. Hoe besopen was je nou weer dat je hem zondag weer op de grond laat vallen, zondagavond? Nee, zaterdag. Nou. Volgende! Dit is geen Taylor-aflevering, dan wordt het weekend bespreken. Koffie, lekker bakkie koffie. Nou, laten we dat maar niet doen, Tim. Ook al niet. Mag al niks meer. Nee. Tim boek toe. Zo, ik ben even hekjes aan plaatsen. Ze moeten ook bij, want mensen mogen niet zomaar, hè? Ben je nou helemaal hek? Hek? Dat is Zeus, hè? Dat is Zeus. Echt? Meen je dit? Nee, als ik het echt op Zeus heb, ben je nu lat hek? Echt waar? Ben je nu lat hek? Ja, dat is op Zeus. Ben je nou helemaal gek geworden? Ben je nu lat hek? Ja, ben je dat nou? No. Ja. Chantal. Dat is de West-Fries. Vooral de Zeeuwse kijkers, ik hou van jullie. De rest ook hoor, maar... Noor meid. Hey. Ja, maar we waren rollercoaster aan het doen en ondertussen zit er gewoon echt slap te ouwehoeren over van alles en nog leuk wat. Toch? En... Leuk toch? Ja. Dat weet ik niet. Ik vind Stromae echt fantastisch. Ik ben helemaal niet zo'n Stromae-fan. Ja, weet je. Waar ik dus pas achter kwam, Stromae is maestro. Stromae, maestro. Maestro. Stromae, maestro. Ja, joh. Zo. Ja, hè? Oh, wat dat apart, ja. Daar kwam ik ook pas achter. Dat zou ik niet zeggen, denk ik. Ja, joh. Ja, Stromae, maestro. Weer wat geleerd. Echt, hè? Niet normaal. Net als ik wist ook heel lang niet wat horeca betekende. Maar dat is gewoon horeca. Hotel, restaurant, café. Dat wist ik ook niet. Ja, joh. Hotel, restaurant, café. Ja, joh. Nou, horeca. Echt. Van die feitjes waarvan je denkt, oh mijn god. Oké, ja. Waarom weet ik dit niet? Waarom kom ik aan de ei? Zulke dingen. Ja. Ja, dit twee feitjes. Echt. Doe er wat mee. Vertel het op school. Vertel het voort. Hang aan de koord. Ja. Echt voort. Gaat er komt. Ja. Apart, ja, even kijken, ik denk er nog meer van dat soort feitjes. Hè? Ja, dat is wel leuk, even de feitjes aflezen. Weet je wel, een BED, als je dat zo bekijkt, dan ziet het al uit als een bed. Als je het zo schrijft op je computer. Tim, neemt er nog een in? Huh? Nee, bed, BED. Dan lijkt het ook alsof het woord bed, als bed lijkt het dan. Oh, als je het intikt, dan lijkt het op een bed. Dan lijkt het ook op een bed. Ja, inderdaad. Nee, ik ga tekenen voor mensen. Ik ga tekenen, maar dan met allemaal kleine letters, hè? Ja? Dan lijkt het echt op een bed. Ik ga tekenen voor mensen. Inderdaad. Ja. Kijk, ik heb het getekend voor de mensen. Even kijken. Kijk, bed. En dat is dan een kussentje hier, zo die bollen. De B en dan het hoofdtrek. En dan hier stopt het. Ja, grappig, joh. We dachten in het begin mee bedronken, Tim, maar nee. Ja, dat dacht ik ook. Nee, dit is echt zo. Het is echt true story, jongens. True stories. Ja, ja. True. True.
ga nog even een paar plantjes toevoegen en dan stoppen we dadelijk met de video. Maar we even lekker doorgaan, want we zijn wel lekker bezig met z'n allen weer. Gezellig. Ja, met z'n allen bezig, vreemd. En van die weetjes vind ik wel leuk in de aflevering. Dat, ja, dat. Ik hoor nou echt voor het eerst dat, hè, wat jij net zegt met je horeca en zo. Dat, ja, ja, maar dat denk ja, je, staat niet dingen. Stil. Dan sta je niet stil. Dit scheert je ook geen tyfus. Nee, maar het is gewoon grappig dat je het weet. Ja, ik denk dat er heel veel mensen denken van, oh ja. Ja, is er nog iets. Heel is nog iets. Oh. Zout is dodelijk. Als je een bord zout eet, ga je dood. Ja, dat klopt, ja. Ja, nee, dat is... Shit, dan moet ik dan mee stoppen dan. Gewoon op zout. Op zout? Op zout. Ben je een beetje flauw nu? Ja. Ja. Dat is grappig. Flauw op. Moet je niet de hele pot zout eten, want... Nee, dat... Toen is je flauw, ja. Nou, dit zijn allemaal van dat soort feitjes. Ik kan nou even niet echt dingen bedenken, maar ik zit even wat te zoeken. Maar ik zie ook voorbij komen dat Coca-Cola is, als je er geen kleurstof aan toevoegt, is het gewoon groen, hè? Groen. Felgroen. Ja, dus niet bruin, maar groen. Dat wist, okay. dat wist ik dan half, maar ik zag toevallig, oh ja, zo zat het. Apart, hè? Ja. Maar blijf kleren, zo. Ja! Is gewoon lekker, oeh. Cola. Ja, natuurlijk, het zal wel, maar... Oh, en ik zie hier iets, het is niet gerelateerd. Oh. Dat Donald Duck ooit is gebannen uit Finland, omdat hij geen broek aan heeft. Klopt. Ja, klopt, hij had geen broek aan. Ja, we zien natuurlijk zijn grote leuter. Nou ja, die zie je. Nee, nou, het is gewoon dons. Ja, en dan is het als hij uit de douche komt in strips, dan heeft hij in één keer een handdoek om. Zo van Funk Logic. Hij doet altijd in zijn blote willempie. En als hij uit de douche komt, heeft hij in één keer een handdoek nodig. Altijd, ja. Het gaat nergens over. Ja, altijd, ja. Maar het is gewoon puur om af te rogen, joh. Nou, wist je dat in Disney Hollywood Studios in Amerika, daar was gisteren de laatste rit van die trein. Die Hollywood trein of zo. Met dat vuur en zo, wat je ook in Disney Parijs hebt. Hollywood. Dat... De Hollywood Tramtours? Ja, die Hollywood Tramtours, dat was later gisteren de laatste rit van die attractie. Gaat die weg? Die gaat weg, er komt een heel Star Wars land, gaan ze er bouwen. In Parijs? Nee, in Amerika. Oh shit, hé. Ja. Want in Parijs gaan ze ook een gebied nu Marvel maken en ze gaan de Star Wars uitbreiden. Want er was eens een Michael Jackson attractie in Disneyland en die gaan ze nu weghalen. Dat is leuk om voor de mensen Captain die te... Ja, Captain EO, hè? Ja, Captain EO. Ik weet niet wat het was voor iets. Ik zie hier ook iets gaafs, hoor. Was het iets, Captain EO? Ja, ik heb hem één keer gedaan. Nee, ik vond hem een beetje... Michael Jackson. Een voorstelling, maar ja, echt van lang geleden. Dus wat nog zwart-wit was het. Echt? Toen was toch... Nee, dat niet. Nee, maar je zou het zo kunnen voorstellen. Toen hadden ze nog filmrollen. Ja, echt, hè? Ik zie hier ook iets. Dat weet je met hoeveel kracht je eigenlijk niest? Het is hoeveel kilometer per uur? Hoeveel? Wat gok je? Een gokje, kilometer per uur? Hoeveel kilometer per uur je niest? Nou, 2 lijkt me over... Nou, dat kan best wel meer dan 2 zijn, want het is... Je moet natuurlijk... Het gaat zo snel. Niet opzoeken. Het gaat heel snel. Nee. Ik denk dat best wel een kilometer of... Luchtsnelheid, hè? Ja, luchtsnelheid. Oh. Nou, ik gok wel een stuk of 42. Ja. Zelfs een 80, dacht ik zelf. Ja, 80? Jee. 150 kilometer per uur. Holy crap, jongen. Is een luchtsnelheid als je niest. En dan heb ik soms ook 4 keer per keer niest, hè? Ja. Ja, het is gewoon heel veel. Dan heb ik gewoon een vliegtuig ingehaald, hè? Dat als je met je ogen open niest, ze er dan gewoon uitploppen. Serieus? Ik ga het nu proberen. Dus, nee, kan niet. Lukt niet. Kan niet. Kan helemaal niet. Als je ze open zou houden, dan zouden ze gewoon uit... Ploepen. Dat zijn wel hele enge weetjes, hoor. Dat is heel zo. Ja, maar ik denk niet dat mensen daar... Daar moet je maar niet wakker van liggen, mensen. Dat is... Ik heb hier een leuke weetje. Welkom op dit filmkanaal, mensen. We gaan het hebben over ogen uitploppen. Ik heb hier een leuke feitje. Wist je dat Disney Parijs jaarlijks 75.000 sollicitatiebrieven binnenkrijgt? 75.000? 75.000. Dat is allemaal van Vincent. Allemaal van mij, ja. Kom me niet aangemeld. Geen hond die wil werken. Nee, die wil wel, hoor. En de oudste bezoeker tot nu toe in Disney Parijs was 106. Zo. Nou, die ging alleen maar in de treinrails. Ging alleen maar in het treintje. Ja. Wilt het toch? Ja. De oudste bezoeker, die was zeker met zijn vader mee.
Wordt weer een grap, maar dan moeten we even doordenken. Ja, nee. De oudste bezoeker was zeker met zijn vader mee. Godsamme, het is zo makkelijk deze. Wow. Als hij met zijn vader is, is zijn vader toch de oudste bezoeker? Oh, natuurlijk, zo ja. Ook die klote grap. Jezus. Wow. Die duurde echt lang. Echt, jammer dit. Jongen, het wordt al s'avonds, hè? Ik moet zo gaan eten, hè? Ja, het wordt jou, ja. Oudjaarsdag. Ja. Oudjaarsdag. Hallo, Shanti. Hallo, mensen. Ja. Jammer, Pieter. Jammer, dit. Pieter. Midden in de opname lopen gillen. Midden in de opname. Verstrooid. Ja. Helemaal iedereen verstrooid. Ja. Iedereen. Apropos. Wat gaan we nou weer krijgen? Is dat nou weer? Oh, weer een Belg. Ja. Weer een Belg. Weer een Belg. Maar tijdens... ik heb hier zo. De grootte van Disney Parijs is 1943 hectare. Dat is 1/5 van heel Parijs. Waar heb je het nou weer over? Ja, dag. Nee, dat geloof ik niet. Waar heb je het over? Is wel zo. Over Disney Parijs. Ja? Dat hele met hotel en alles. Is even groot als 1/5 van heel Parijs. Dat zo kan groot. Nooit. Nee, dat is kan wel, niet. Dat is staat, echt, hoor. Dat is impossible. Ik wil niet. Ja. Dat is de 1/5 van de totale omvang van de stad Parijs. Oh, van de stad. Ja. Gewoon van Parijs, ja. De stad. Ja. Zal wel. Ik ga het niet met een lineaaltje lopen afmeten hoor, dat mag jij lekker doen. Met de geodriehoekje. Ja, ik lees het ook op het internet. En ik zie hier ook wel staan dat als jij jarig bent, dat er dan 9 miljoen andere mensen ook op dezelfde dag jarig zijn. Ja, gemiddeld? Gemiddeld 9 miljoen mensen zijn op dezelfde dag als jouw jarig. Nou, dan moet ik 9 miljoen keer dat nummer zingen. Daar word je ook niet in begonnen van. 9 miljoen stukken taart. Nee, daar word je goed zo van. Lekker. Ja, zo. Ja. Oh, lekker, zeg die. Lekker. Lekker. Niet zo lekker. Lekker. Niet zo lekker. Ja, mooi is die, hè? Oh, ja. En nog een leuke voor Vincent. Ik vind het hoeveel nou leuk. Hoeveel scheten denk je dat je per jaar laat? Oh, dat zijn... Nou, is het geldt voor mij alleen of geldt het voor... Nee, gemiddeld. Oké, want anders had ik wel over de miljoenen... Bij jou kan je het verdubbelen, ja. Maar... Nee, maar... ik denk toch wel dat je... Nee, moet uitrekenen, hè. 365 dagen. Je laat elke dag sowieso wel een scheet. Dus het is al meer dan 365. Dus dan zou je het dubbele 2 scheten per dag... Zou wel veel zijn, maar het zou nog kunnen. Want 's nachts laat je ook wel onbewust scheten. Dus ik denk wel in de 720. Laten we gokken... Misschien een stuk of 900. Ja. Gok ik, hè? Dat lijkt me nog weinig. Je gokt? Oh, meer dan? Meer? Oké, meer. Te weinig, ja. Oké. Ik ga het dubbel niet doen, want dan zou je 4 per ja, doe maar. Schieten. Doe maar gerust het dubbelen. Oké, dan gaan we... Nou, mijn eindpunt is dan, dat zei ik ook even voor cijfer. Ik denk dat je de 1300 laat. En wat denkt Tim? Tim denkt altijd in de 6 miljoen. Tim denkt altijd typisch veel. Ja. Dat is gewoon één... Legit. Denk hoor. Per jaar, hè? Per jaar, per jaar. Niet per dag. Want dan zou je er ook al... Ja, dat is niet goed, hoor. Even denken, hoor. Je laat... ik denk rond de 1600, gok ik. Mensen komen ineens in de video, die scrollen van... We scrollen wat naar het midden, die komen gelijk in het onderwerp. Van, oh ja, hoeveel scheten laten mensen per jaar? Ik zou eerst zeggen dat je er gemiddeld... Het is wel... Ruim gemiddeld hoor. Ruim, ja. Gemiddeld per dag laat je er 16,5. 16? Dus tussen de 8 en 25. Dat kan. Dus op jaarbasis zou je 6000 scheten laten. Op jaarbasis. Nou, bij mij dan meer, maar... Ja, bij jou 12.000. Ja. Niet wel. Dat is echt veel. Dat is wel heel veel hoor. Ja, nee, maar het is wel zo. Ja. En ook iets, dat zie ik hier ook staan, dat warm of heet water, dat bevriest sneller dan koud water. Het zal best wel koud. Koud is natuurlijk al best wel koud, denk ik. Dus dat en warm moet nog warm koud krijgt worden. Een schok. Warm water krijgt een schok natuurlijk, hè. Die krijgt een oplawaai, waardoor het waarschijnlijk... Ja, waarschijnlijk daardoor. Dat kan toch? Dat is toch best wel logisch. Okay. Ja. En, oh, dus het staat ook iets hoeveel de aarde weegt. Dat weet je nooit.
denk ik. En dat kunnen ze uitrekenen door middel van de massa. Massagraf. En dat is... Het begint met een 6 en dan staan er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8, 4... staan 23 nullen achter. Zo. Kilo. Maar stel je een handstand, dan til je de aarde op. Zo, ja. Ja, nou ja, ja. Gaan we ja. Dan zo doen? Ja, jammer dit. Ja, ja. Had ik ook weer niet verwacht. Oh, en ook weer iets. Ja. Wist je dat meer dan 50% van de wereldbevolking nog nooit heeft getelefoneerd? Hoeveel procent? 50? 50! Dus de helft van de wereldbevolking heeft nog nooit getelefoneerd. Dat kan toch nooit? Dat kan toch nooit? Ja. Van die bananenrepublieken misschien. Afrika. Ja, dan bellen ze ook van die bananen, ja. Ja, dat is ook krom, hè? Ook weer krom. Ja, we klinkt wel een beetje krom, dit. Ik zet liever mijn ban uit. Ban uit. Mensen, voordat het niveau gaat dalen, bedankt wel, Leroy en Tim en halfje Pieter voor het commentaar geven. Want ja, ik heb een stuk gebouwd al in de tussentijd en ik hoop dat jullie het leuk vonden om even te kijken en... Als jullie dit meer willen, dat denk ik wel. Want ik vind het ook wat relaxter om meer mensen te bouwen. Ik maak een fotootje hiervan. En tot snel, denk ik dan. Hè? Toch? Ja. Ja. Okay. En met nog meer weetjes. Nog meer weetjes. Ja, wie weet. Weet je? Ja. Doei. Doei. Doei.